aanpakken. Bij Topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Suzanne Baars. Suzanne, je bent van Social Genomics. Ja, klopt. Wat doe je? Wat doen jullie? Nou, Social Genomics is een biotech start-up. En wij focussen ons op patiënten met een zeldzame ziekte. Om hen te verbinden aan wereldwijde behandelopties. En hoe doen jullie dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Daarvoor hebben we een tool, dus een innovatieve technologie ontwikkeld, waarbij we dus kijken naar het profiel van de patiënt, in dit geval medisch en een stukje genetica, en die dus te matchen aan levensreddende informatie, waar dan ook in de wereld. Dat klinkt heel makkelijk, maar er zijn heel veel mensen met hele bijzondere ziektes en er zijn ook heel veel, dus heel veel kennis, heel gedecentraliseerd op 1001 plekken beschikbaar. Dus klopt. Het is een hele makkelijke zin die je uitspreekt, maar zou je ons een klein beetje mee kunnen nemen in hoe je dit denkt te doen? Nou, dat wat jij benoemt, dat is precies de reden waarom ik dit begonnen ben. Het is niet zomaar een bedrijf beginnen, maar het is echt een wereldwijde missie om te zorgen dat we deze kennis toegankelijk kunnen maken. Dus je moet je voorstellen dat nu is het heel afhankelijk waar je in de wereld woont, naar welk ziekenhuis je gaat, welke arts je behandelt, hoe uiteindelijk je overlevingskansen zijn. En wat we dus nu met slimme technologie kunnen doen, is dus dat we kunnen zorgen dat we kennis, waar je ook in de wereld woont, bij elkaar kunnen brengen. Om het heel erg tastbaar te maken, stel je voor, je hebt een dochter of een zoontje en morgen wordt die gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van hersenkanker. Dan ben je dus nu heel erg afhankelijk van die arts in het ziekenhuis waar jij naartoe gaat. Ja, omdat het zeldzaam is. We noemen het zeldzaam omdat we het lokaal vaak dus niet weten. Als een arts iets niet eerder heeft gezien, dan zeggen we nou, het is zeldzaam. Maar dat wil niet zeggen dat er dus niet elders in de wereld meer informatie bekend is. Nou, wat we doen, dat doen we in principe al op lokaal niveau. We doen testen bij iemand en we gaan dus, in dit geval gaan we een DNA-test afnemen. We hebben natuurlijk de diagnose van de dokter. En met die DNA-test, ik zal even kort inleiden, is een code van 3 miljard lettertjes, gemaakt uit ACTG's. Ja, kleine variaties daarin, die maken dat wij verschillen van elkaar, maar ook die verklaren ook waarom we bepaalde ziekten ontwikkelen en dus welke medicijnen we kunnen gebruiken, want je hebt iets nodig wat past bij jouw profiel. Sorry dat ik je even onderbreek, want je zegt nu eigenlijk een paar verschillende dingen. Je zegt enerzijds dat je kennis die wereldwijd versplinterd aanwezig is, beschikbaar wil maken voor ouders met een kind met een bijzondere ziekte. Dat is één ding. En nu begin je aan een ander verhaal, namelijk dat je DNA-testen wil gaan doen, of doet, met patiënten. Toch? Wij doen geen testen. Nee, in het ziekenhuis doen ze al testen. Ja, dat weet ik. Maar wat is jullie rol daar dan in? Nou, die testen, daar krijg je data uit. Daar wordt gekeken in het lokale ziekenhuis of ze daar dus iets mee kunnen. En elk ziekenhuis heeft een database. Ja. Het grote probleem, dat raakt weer aan waar jij mee begon, is dat ziekenhuizen onderling niet met elkaar kunnen communiceren. Dus als je twee ziekenhuizen naast elkaar hebt, dan kunnen ze dus al niet kijken of er met een bepaald profiel iets in bekend is. Laat staan in ziekenhuizen aan de andere kant van het land of van de wereld. Oké, dat is een veronderstelling. Dus wat wij zeggen is, je hebt die data. Ja. En wij gaan die data gebruiken om te matchen. Ja. Dus op basis van die data maken wij een expertsysteem. Dat is inderdaad niet niks. En daarmee kunnen we het mogelijk maken om te kijken van waar in de wereld is bijvoorbeeld een patiënt met dezelfde ziekte. Dan kunnen we data bij elkaar brengen. Dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch. Op dit moment werkt het zo in de medische wereld dat je dat de wetenschappelijke normen liggen daarover. En hoe het werkt is dat er ongelooflijk veel onderzoek wordt gedaan op allerlei plekken naar allerlei ziektes, ook zeldzamer. Er wordt DNA-technologie bij gebruikt. Ja. Dat gaat de wetenschappelijke molen door. Als dat gevalideerd is, wordt het gepubliceerd en komt het voor alle artsen in principe beschikbaar. Hoe denken jullie dat te gaan organiseren? Want dit bestaat al heel lang, dit systeem van wetenschappelijke validatie. Ja. Jullie stellen eigenlijk voor om dat op een totaal andere manier te gaan doen. Wetenschap bedoel je? Hoe we wetenschap... Nou, je gaat buiten dat circuit om. Want jij zegt, er is geen uitwisseling tussen artsen. Artsen delen al hun kennis via wetenschappelijke platformen en tijdschriften. Kijk, je moet je voorstellen, we hebben natuurlijk, je bent een arts en dan werk je in het ziekenhuis. En je hebt wetenschappers en die werken soms ook in het ziekenhuis, soms in research instituten.
Maar iedereen gebruikt andere ICT. Dus we hebben heel veel ontwikkeld afgelopen decade. Maar met de technologie, maar iedereen gebruikt wat anders. Dus we hebben inderdaad, zou het zo moeten zijn in de ideale wereld, dat als er wetenschap wordt gedaan, dat ook iedereen gelijk bij de resultaten kan, dat iedereen bij die kennis kan. Maar de realiteit is toch veel weerbarstiger. Dus het hangt er maar net zo vanaf van, ja, kan jouw systeem daarbij? Ja, bovendien, als je een dokter hebt... Ja, maar gaat het je dan om de data of gaat het je om de kennis? Want uiteindelijk, data is altijd de basis van elk... Van kennis. En precies. Data wordt gebruikt om hypotheses te testen, om assumpties te valideren, noem maar op. En weet je, dat wordt volgens vastgeschreven protocollen wordt dat gedaan. Daar ontstaan publicaties uit, die worden gedeeld. Ja. De kennis wordt gedeeld. Wat stellen jullie dan precies voor om de data te gaan delen? Nou, dat is dus het probleem. De kennis, die wordt wel gedeeld, maar die is nog steeds niet toegankelijk voor heel veel mensen, inclusief de professionals. Dus dat probeer ik uit te leggen. Als je een arts bent, dan ben je daar om naar je patiënt te kijken. Dus je hebt een systeem en je bent afhankelijk van wat je in een systeem intypt wat eruit komt. Dus je hebt dat als arts kun je niet continu screenen van waar in de wereld zijn wetenschappers en wat publiceren zij. Nou, dan hebben we daarnaast de manier hoe wetenschap werkt. Ik ben zelf een wetenschapper van achtergrond. Ja, een biochemicus. Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd. Ja. Eerst in Nederland, toen stamcelonderzoek in Harvard. Dus ik weet een beetje hoe dat gaat. Ja. Wetenschap gaat heel langzaam. Dus je zit 5 à 10 jaar, heb je een bepaald studiedesign. Binnen die tijd wordt er vrij weinig gepubliceerd. Omdat als een wetenschapper is je publicatie... je waardering zeg maar, is op basis van wat je publiceert. Ja. Dus wat we toch zien is, ondanks dat er al meer kennis is, dat wordt best wel bij elkaar gehouden. En dan gaan er dus 5 tot 10 jaar overheen voordat bijvoorbeeld onderzoeksresultaten gepubliceerd worden. Nou, ik heb dat gezien en wat ik vervolgens ook nog heb gezien is dat ik dacht van waar zijn wij, als ik het zo mag zeggen, godsnaam mee bezig? Want wat we allemaal hebben gedaan, als je de wereld van een afstandje bekijkt, dan hebben we overal hebben we allemaal slimme mensen. We hebben hele goede technologie tegenwoordig. En iedereen die loopt zich te centreren op heel regionaal onderzoek. Als we nu even over het onderzoek hebben. Dus wat houdt dat in? Dat je dus kijkt naar je eigen database. Hè, en daar zitten dan bijvoorbeeld 1000 patiënten in, of misschien 10.000 patiënten. En op basis daarvan stel jij je studiedesign samen. Daar haal je de data vandaan voor je studie. Terwijl elders in de wereld er veel meer data is en misschien veel betere data of veel gevarieerder data. Dus als ik de wereld bekijk, dan zie ik dat we allemaal lokaal en regionaal met van alles bezig zijn, terwijl we veel meer kunnen. Ja. Nou, en dat is dus het punt. En in plaats vanuit instituten te denken, heb ik gezegd van ik wil vanuit de persoon in nood denken. Ik wil nadenken over de persoon die nu met de vraag te maken heeft. Daar probeer ik nou juist helderheid over te krijgen. Want dat, niet om je te challengen, maar ik snap het gewoon soms niet helemaal. Ja. Want aan de ene kant zeg je, wij willen dat die data-uitwisseling faciliteren. Want die snap ik. Mm-hmm. Dat als je al die cases met elkaar bundelt en de resultaten van behandelingen deelt, dan kun je daar natuurlijk ongelooflijk veel uit afleiden. Ja. Maar de gemiddelde vader die een kind heeft met een zeldzame kanker... Ja. Die kan niks met die data en die snapt daar ook werkelijk de ballen van. Klopt. Dus, maar daar begon je wel mee. Dus wat hij wil kan, jij nou met al die data? Hij kan de data delen met ons. Wij hebben een slim welke systeem. Data? We zijn medische data. Nee, welk? Van dat kind? Van de persoon in kwestie. Ja? Die deelt hij, dus hij logt zich in. We hebben een beveiligd systeem. Een beveiligd platform, een netwerk. Daar logt hij in, daar heeft hij zijn eigen profiel. Daar kan hij zijn data uploaden. Dat gaat vervolgens naar een beveiligde plek binnen Social Genomics, waar wij dus op wereldschaal gaan kijken van waar zijn patiënten met dezelfde medische case. Die leggen we bij elkaar. Ja, en daar gaan we de data structureren en organiseren. Want dat is een groot probleem. Want we hebben niet over één type data. Het zijn allemaal verschillende databestanden. Dus je hebt gestructureerde data, ongestructureerde data. Daar gaan wij een high quality clinical grade data van maken. En daar gaan we machine learning bij toepassen. Zodat wij op basis van miljoenen unieke data points patronen kunnen identificeren. Om daarmee dus drug discovery te versnellen. Ja, en waarom richt je je dan op de patiënten die die data vaak niet hebben? Want die ligt natuurlijk in medische dossiers, et cetera, et cetera. Maar waarom richt je op de patiënten en niet op de artsen? De behandelende arts? We werken samen met beide. We werken samen met beide partijen. Ook met de researchers en ook met de pharma. Want die maken uiteindelijk behandelingen.
Maar het gaat om de manier waarop je naar een bepaald probleem kijkt en hoe je dat dus gaat oplossen als nieuwe start-up. Wat ik altijd zeg is, we hebben de oude wereld en die draait om de instituten. Dus zeker in de zorg hebben we allemaal instituten. En daar hebben we allemaal managers die gaan praten over hoe de zorg moet zijn en hoe het eruit moet zijn. Terwijl we daartussendoor de mensen hebben lopen die gewoon, waarbij het nu gaat om leven en dood, die een oplossing nodig hebben. Ja. Nou, dus het punt is, in plaats van te zorgen dat we al die instituten wereldwijd met elkaar gaan connecten, hebben we gezegd van ja, dat zal nooit gebeuren. Hè? Dat kun je heel makkelijk uitrekenen. Kijk maar in Nederland. We hebben afgelopen jaren een paar miljard besteed om geprobeerd de ziekenhuizensystemen te laten connecten. Er zijn de patiëntportalen gekomen. Het probleem is dat patiëntportalen nog steeds niet connect zijn. Dus nu gaan we naar de derde ronde. Dus het lukt niet en er gaat ontzettend veel geld in om. Dus ik heb gezegd, nou, we gaan naar die nieuwe wereld. De nieuwe wereld is de persoon die centraal staat. We gaan technologie gebruiken als een middel om te empoweren. Dus in dit geval een stukje technologie gebruiken om toegang te bieden tot de zorg of expertise die je nodig hebt. Kijk, en als je dan patiënten hebben met in nood, met een duidelijke vraag, die lopen al te zoeken. Dus je moet je voorstellen dat als jij in die situatie zit en je gaat naar huis, er zijn een paar vragen die je wil weten, die bijna iedereen zou willen weten, is je wil alles weten over dat. Ja, die vorm van kanker of een andere ziekte die je hebt. Hè. Je wil daar alles over gaan weten. Je wil weten waar in de wereld, hoeveel mensen hebben dit nog meer? Welke behandelingen hebben zij gekozen? Wat zijn de uitkomsten daarvan? Zodat je een bewuste keuze kan maken, zeg maar, voor jezelf. Want daar gaat het natuurlijk ook vaak om. En je wil weten waar zit de beste arts die niet zomaar random een oncoloog is, maar gespecialiseerd specifiek in mijn profiel. Want dan heb je hogere overlevingskansen. Nou, dan hebben we natuurlijk ook een hele grote groep waar nog helemaal geen behandeling voor is. Een hele grote groep, als we kijken naar de groep met zeldzame patiënten, om gelijk even een paar nummers erop te gooien. Zeldzaam doet het geen eer aan, want het zijn al miljoen mensen in Nederland die lijden aan een zeldzame ziekte. 40 miljoen mensen in Europa, 400 miljoen wereldwijd. Nou, een ziekte heb je nooit alleen. Het is ook genetisch, je draagt het over. Dus we hebben gewoon 400 miljoen families. Inderdaad, meer dan 8000 verschillende ziekten. Dus ze zijn nog steeds lokaal rare, maar wereldwijd komt het dus vaker voor. En die mensen gaan zoeken. Dus die gaan naar Google en die gaan zoeken en die gaan op Facebook een bericht sturen van help, mijn kindje heeft dit, wie kan ons verder helpen? Alleen dat ze dan allemaal niet gericht. Want die gaan misschien naar patiëntfora toe. Nou, ik heb een... Ja, die zoeken lotgenoten. Ja. Die gaan daar. Maar het probleem is, als je dan met mensen praat die in die situatie hebben gezeten. Zo is iemand betrokken als patient advocate. En die heeft een zeldzame vorm van kanker. Dennis Warmerdam, misschien kennen jullie hem, de tophockeyer. En die ging dus zoeken. En dan kom je op een patiëntforum terecht. En hij had het hier in zijn arm zitten. En dan praat je met iemand die het in zijn been heeft. Ja, dus dan voel je al gelijk niet dat je kan identificeren met elkaar. Hey, dit klinkt ontzettend logisch, hè? Je hebt zeldzame gevallen in een regio of in een land. Nou, wereldwijd is dat minder zeldzaam en is een schaalgrootte waardoor je er iets mee zou kunnen doen. Ja. Wat zijn de belemmeringen? Waarom is dit zo ingewikkeld? Ik neem aan tenminste dat het ingewikkeld is. Nou, dat is een hele goede vraag. Niet. Misschien is het wel niet ingewikkeld. Hoe ver zijn jullie eigenlijk? Even voor de... Early phase. Dus we hebben het is een idee eigenlijk. Sorry? Het is vooral een plan en een idee. Nou ja, ik doe al 3 jaar haalbaarheidsstudies. We hebben verschillende prototypes gemaakt. En we zijn nu bezig met een grote fundraising van een paar miljoen. Dus het is iets meer dan een idee. Ja. Maar je bouwt het niet zomaar. En dat is dus het punt. Wat zijn dan de belemmeringen? Je bent iets disruptiefs aan het neerzetten. Maar je moet het niet alleen doen. Dus als jij daadwerkelijk de toekomst van het zorgsysteem wil veranderen, dan moet je dus, als je het mij vraagt, een nieuw disruptief ecosysteem gaan bouwen. Dus je moet kijken naar wat is de keten en waar zijn progressieve stakeholders die deze filosofie van de toekomst delen, om daarmee die toekomst te gaan bouwen. Ja, maar waarom is het... Ik herhaal mijn vraag even, maar wat zijn op dit moment voor jou de belemmeringen om daar grote stappen in te zetten? Zijn de belemmering structuren... is dus dat de zorg is natuurlijk een ontzettend complexe sector. Ja. Ja. En dat is dus het punt, je kan zelf wel een stukje technologie bouwen, maar je moet ook nog zorgen dat je dat bij de patiënt kan brengen en dus met de arts kan werken en dat je het dus al implementeert in de praktijk.
En dan kom je dus tegen, je hebt verschillende restricties. Het begint natuurlijk één met cultuur. Ja, heel veel mensen, die zijn toch wel, zeker in die medische wereld, een beetje resistant for change. Ja, dat weten jullie, moet niet onbekend klinken. Je krijgt een dat beetje geldt van, voor elke gevestigde wereld. Precies. Ja. En bij artsen is er ook nog zoiets als vakmanschap. Hè? Dat ze heel erg denken natuurlijk zelf al alles te weten. Dus dat is best moeilijk. En daar moet je mee gaan. En dan tweede is dus precies de reden waarom dit er weer is. Die geslotenheid van systemen. Dus je moet gaan samenwerken met ziekenhuizen die in de basis eigenlijk een beleid hebben van wij gaan geen data delen. Ja, maar dus is je probleem, je zei van, weet je, wij hebben voor gekozen om met de mensen, zeg maar, te gaan mm-hmm. werken, omdat we de systemen te traag zien te veranderen. Maar je hebt de systemen nodig. De mensen hebben de systemen nodig. Dus zonder die systemen kom jij ook niet verder. Nou, ook weer niet. We hebben nu natuurlijk de GDPR. We verschuiven natuurlijk al naar de nieuwe wereld waar men wel zijn medische data krijgt. Steeds meer en meer. Mm-hmm. Dus patiënten die kunnen zich nu al bij ons registreren en die kunnen nu al gematcht worden. En er zijn natuurlijk verschillende levels waarop je de matching doet. We maken in de basis, moet je zien, dat behalve alle data, we ook een netwerk hebben waarin patiënten het eigenlijk door simple matching met elkaar in contact komen. Ze kunnen het ook al beschrijven, support. Bedoel je bijvoorbeeld. Yeah. Ze hoeven niet eens een heel dossier te hebben om toch te zeggen. Daarmee kunnen ze al een beginnen. Een profiel aan te maken. Precies, ja. En dat heeft meer invloed dan je denkt. Bijvoorbeeld een vriend van mij, 7 jaar geleden werd zijn dochter Lieke geboren. En dan vlak na de geboorte ging het helemaal niet goed. Nou, een test gedaan, ook naar DNA gekeken. Bleek dus een zeldzame hartmutatie te hebben. En nou, dan gaat de arts die gaat dus lokaal kijken. Nou, die kon niks vinden. Uiteindelijk 3 andere kindjes gevonden, waren allemaal overleden. Dus hij ging terug naar de ouders en heeft gezegd van, ja, sorry, maar Lieke is terminaal. Nou, terminaal houdt in dat het gewoon uitbehandeld is. Nou, een vriend van mij, die wou niet opgeven. Dus zoals zo heel veel mensen natuurlijk gewoon niet gaan opgeven. Mm-hmm. Dus je gaat zoeken. Die heeft zijn hele sociale netwerk gevraagd mee te zoeken. En uiteindelijk was hij dus na heel lang zoeken geconnect met families, met kindjes, met dezelfde ziekte, dezelfde mutatie, het testresultaat in andere landen van de wereld. 1 familie daarvan, die had wel een behandeling die had gewerkt. En door simpel met elkaar te connecten, heeft hij dus het leven van zijn dochter gered. Nou, dat is voor mij dus een hele grote inspiratiebron geweest. Want om het zomaar even te zeggen, als 1 man gewoon hier simpel in een dorpje in Nederland dat kan doen, en moet je dan nagaan wat wij kunnen doen door dit proces te digitaliseren. Ja, aan de ene kant snap ik helemaal wat je bedoelt, maar dan zit je heel erg in de geglobaliseerde lotgenotencircuit. Hè? Vind nou maar eens die mensen die te maken hebben met hetzelfde probleem als jij. Als je natuurlijk, wat jij net zei, het gaat structureren en op basis van data en zo gaat werken, loop je natuurlijk tegen mega problemen aan. Nou, wat je zelf al zei, ja. Van, weet je, het matchen van databases. Nou, we hebben hier heel wat mensen aan tafel gehad die daar helemaal op stuk zijn gelopen. Want iedereen in deze tijd van artificial intelligence, en jij gebruikt ook alle buzzwords. Dus weet je, we eerst zien dan geloven, zeg ik ook nog altijd. Maar al die mensen lopen stuk op het matchen van data. Want dat gaat niet zomaar. Nee, maar dat is sowieso gewoon het probleem nu. Het is echt een heel groot structureel probleem in de zorg. Maar hoe ga jij dat dan oplossen? Want jij zegt, geef die data allemaal maar aan ons. Door dat allemaal matchen. Door vanuit hoe de patiënt een service uit te bieden. Als jij vanuit een instituut iets bouwt, of een entiteit. Je zegt, je kunt je DNA-profiel, je kunt je patiëntendata, je kunt alles uploaden. Mm-hmm. Hoe zie ik dat dan voor me? Mijn patiëntendossier? Ja, heel simpel. Wat moet ik dan heel uploaden? Heel simpel. Jij wordt gediagnosticeerd met een zeldzame ziekte, ja? Ja. Je bent bang? Er is niks, er is geen informatie. Ik heb het even over de feitelijkheden. Ja, ja, ja. Welke data moet ik uploaden? Je medische data. Welke medische data? Ja, je elektronische health record. Ja, compleet. Wat beschikbaar is, ja. Ja. Wat je wilt delen. En hoe ga je dat dan analyseren? En genetische data, dat stuur je op. Ja. Nou, dan is het heel simpel. Je wordt gewoon gematcht op wereldschaal met patiënten met dezelfde ziekte. Omdat kunnen matchen. Mijn medisch patiëntendossier is voor een groot gedeelte in het Nederlands. Heeft een ander systeem dan een Engels patiëntendossier. Gebruikt een andere terminologie. Ja. Handgeschreven kaartjes van 20 jaar geleden. Als het makkelijk zou zijn, dan zou het er natuurlijk maar hoe ga je het oplossen? Nee, ik ben zo benieuwd hoe je het gaat oplossen.
Ja, maar hoe ga je dat in één zin uitdrukken? Dus wij werken met data scientists. En bovendien, dat is fase 2. We zitten nu in fase 1. Dus we zijn er nog niet. Dan praat je niet over een paar mensen die dat doen. Maar in die fase 2, ja, dan ga je dat structureren. Dus social genomics werkt met artsen in huis en met data scientists. En dan samen gaan we daar een systeem voor maken om dat dus te structureren. En daarna kunnen we daar natuurlijk onderzoek op uitvoeren. Ja. Nou, en juist omdat dat een intens proces is, moet je een gek hebben die dat gaat doen, zullen we maar zeggen. Ja, en dat ben jij. Nou, ja, maar dat is het wel een beetje. En kijk, ja, wat ik net zei, als jij gediagnosticeerd wordt en er zijn wereldwijd 40 anderen, dan deel je niet om zomaar je data weg te geven. Dus dat probeer ik je uit te leggen. Van waarom, hoe kom je aan die data? Nou, het is niet van hier heb je mijn data of mijn data is een derde partij. Nee, je wil een oplossing en je stuurt het in, zodat het intern bij elkaar gelegd kan worden. En je blijft ook verbonden. Dus door het platform, als hier onderzoek op uitgevoerd wordt, krijg jij dus ook de updates en de resultaten die daaruit komen. Dus je hebt een directe noodzaak en een directe link bij wat wij doen. En dat maakt het anders dan de huidige praktijk, waar je je data of in handen is van mensen en partijen waar je geen idee hebt wat ermee gebeurt. Dus bottom line, zeg je eigenlijk, gebruik je ook het mechanisme van cut-out the middleman? Als jij als patiënt gewoon een probleem hebt, waarom moet dat via een arts? Ja. Ik zoek zelf wel een andere casus via jullie platform met hetzelfde beeld. En ga zelf wel kijken hoe die het hebben opgelost. Dat is wat je zegt. Ja en nee. Je moet het zien als iets dat erbij is. Ik vind het ook best gewaagd hoor. Dat je zegt, nou die artsen blokkeren eigenlijk. De instituten, de artsen, de kennis, de wetenschap. Dat blokkeert de oplossing van dit soort zeldzame ziektes. Dat is wat je zegt hoor. Ja. Ja. Vind ik best een statement. Ja. Ja, maar dat is ook waarom ik doe wat ik doe. Op dit moment sterven de mensen door een gebrek aan toegang aan levensreddende informatie. En ik vind dat niet acceptabel. En juist omdat ik uit die wetenschap kom en juist omdat ik zie dat het anders kan, heb ik gezegd, nou, als ik een verschil in de wereld wil maken, wat ik in mijn leven wil toevoegen, dan is het dit stukje. Ja, en wat was dat kind van die vriend van jou, was dat het moment dat je besloot dat je dit ging doen? Nou, dat was een van de verhalen. Ja, ik ben zelf geboren in een medisch gezin, gespecialiseerd in genetica. En dus mijn vader heeft in 2002, dat echt helemaal in het begin dat DNA opkwam, zeg maar, dat we daar dingen mee gingen doen, gingen implementeren in de praktijk. Die heeft de cardiogenetica polis, dus voor erfelijke hartziekten, meer dan 6 plaatsen in Nederland buiten de academische ziekenhuizen opgericht. En daar kreeg ik dus de verhalen als jong meisje die in mijn pyjama zat te wachten op haar vader die thuis kwam, al te horen. Nou ja, en dat was niet zozeer natuurlijk wat hij heeft gedaan, maar gewoon verhalen dat je krijgt te horen over ouders met zieke kindjes, ernstig zieke kindjes en mensen typisch in de 30, 40, die dan dus gediagnosticeerd worden met een ziekte waarvan eigenlijk niemand weet wat ze ermee aan moeten. Dus ik zag die paniek en ik hoorde dan vervolgens ook nog eens de zin van mijn vader erbij. Van ja, hadden we het maar geweten en dan had ik dat kunnen voorkomen. Of konden we maar, dan zouden we dit kunnen. Nou ja, en toen begon ik dus al op jonge leeftijd na te denken van ja, maar hoe kan het zo zijn als er meer informatie beschikbaar is om levens te redden? En vertaalt gewoon heel persoonlijk dat je een dierbare verliest. Waarom is dat niet toegankelijk voor de persoon zelf? En waarom doet het systeem er zo weinig aan om te veranderen? Nou ja, goed, dan word je ouder in je carrière. Dan zie je dus van ja, het is zo complex. Het punt is dat het zo complex is. En de mensen hebben echt het beste voor die in de zorg zitten. En een arts die werkt ontzettend hard om te doen wat hij kan. En bij onderzoekers die proberen echt dag en nacht werken ze om iets te vinden. Maar het probleem is, we kunnen meer. En dat is dus een kans waarvan ik zeg van ja, dat mogen we niet uit het oog verliezen. En dat mogen we ook niet onze bij neerleggen hoe het is als het anders kan. Goed, je zegt zelf fase 1. Je hebt heel veel geld nodig om dit idee in praktijk te gaan brengen. Ja. Je zoekt nu naar funding. Ja. Hoeveel heb je nodig? 5 miljoen. Dat vind ik niet zoveel. Om te beginnen. Plan. het idee is, ik ben hiervoor woonde ik in China een tijdje en kwam terug in Nederland. Ik heb gezegd, we moeten in Nederland gaan beginnen met social genomics om dat op te richten. En vanuit Nederlandse bodem, dat is natuurlijk heel erg, we staan natuurlijk heel erg hoog in de kwaliteit van zorg die we leveren in de wereld. En natuurlijk ook de betrouwbaarheid. Dus we zeggen, we beginnen hier.
Maar dan moeten we natuurlijk gaan opschalen, omdat het een wereldwijde oplossing is. Omdat als jij een zeldzame ziekte hebt, jij weet niet of het een buurland België werkt, is. Dit werkt alleen maar als het een globale schaal heeft. Ja. Ja. Maar wat natuurlijk belangrijk is, is om een sterk fundament neer te zetten. Dus echt als een lean startup te kijken van oké, we bouwen iets voor een testcommunity, voor een kleine community. Binnen die community gaan we ook heel erg kijken van waar zoekt men naar. Nou, waarom zeg ik dat zo? Je moet voorstellen, qua complexiteit heb je natuurlijk, je hebt een ziekte, maar hoe artsen praten over de medische termen is heel anders dan hoe mensen natuurlijk zoeken en naar de informatie. Dus we moeten dat toegankelijk maken. Dus je moet vanaf het begin al een hele sterke interactie aangaan met de personen op het platform die gaan zoeken. En dus eigenlijk co-creatie van ja, jullie willen bij informatie, hoe kunnen we jullie zo goed mogelijk helpen? Ja. Nou, en dat heeft een aanlooptijd nodig. En dat zijn we dus nu aan het uitwerken om de eerste use case nationaal uit te rollen in Nederland volgend jaar. Daar willen we een grote campagne voor organiseren. Daar kunnen we partners bij gebruiken. Daar kunnen we ook partijen voor gebruiken die denken van nou, ik vind het zo goed dat dit er komt. Ik ga helpen. Ja, want zoals, ja. Nou, weten, hartstikke interessant. Ja, absoluut. Ja, super. Ja, fascinerend. We gaan je in de gaten houden. En volgend jaar kunnen we die campagne verwachten. En dan laten we je vast graag over een of twee jaar weer eens terugkomen om te vertellen hoe het je vergaan is. Ik ben benieuwd. Dat lijkt me goed. En dat kan nu al. Jullie kunnen nu al. Hebben jullie een mobiel hier? Wij hebben altijd een mobiel, maar dat gaan we nu niet doen. Als jullie naar www.socialgenomics.co gaan, dan kun je daar dus al registreren. En dat geldt dus ook voor mensen met een specifieke hulpvraag al. Van laat je horen bij ons, schrijf je in en dan gaan wij alles doen om te helpen. Waarvan akte? Fantastisch, ja. Heel mooi verhaal en heel veel succes gewenst. Bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Want zo direct hebben we nog een gast. Kijk je on-demand, dan weet je dat je al onze uitzendingen kunt terugzien via fastmovingtargets.nl of via ons YouTube-kanaal. Dag.